Hoeveel uren per dag zit Sto op die mobiel? Mijn iPhone die houdt dat bij en ik moet bekennen. De ene keer denk ik, ik heb wel redelijk dienen. De andere keer denk ik, ja, we fjes te lang. En wil je nou minder? Of slaagt het nou eigenlijk net? Ja, wat mij dan dwan? Nou, daar is dus een mooie oplossing voor. En Jeroen de Boer die je zult erover vertellen. Want de Data Detox project, daar zullen we het over hebben. Dat is Tiesdien die in de Biep in Drachten. En dat heeft alles te krijgen met de wijze waarop je eigenlijk omgeert met je smartphone. Of gewoon met je computer. En hoe vaak je eigenlijk online binnen. En Jeroen, het is net alleen nog maar met het vingerkom heen. Van het is fout als je zoveel uren op die mobiel zit. Nee, zeker niet. Integendeel. Hè. Iedereen is online. Het hoort erbij vandaag de dag. Dus dat is een gegeven. Maar je kunt je wel vragen stellen bij hoe je dat zo bewust mogelijk kan doen. Hè, dus dan heb je het over de tijd die je eraan besteedt. En als je de tijd er al aan besteedt, en dat doen we allemaal, doe het dan zo veilig mogelijk, zo leuk mogelijk. Ja, zorg een beetje voor je digitale persoonlijkheid. Daar gaat het eigenlijk. Oké, laten we even uitlezen om praktisch te worden. Want elkeen herkent dat. Ik bedoel, net alleen nog maar jongeren zitten de hele dag op hun mobieltje. Nee. Ik kom ook wel eens bij mijn ouders. Dan zitten ze misschien bijna op hun mobiel. Dan denk ik, nou, gezellig heren. Ja. Het is er gewoon. Hè? Dus ja. We komen direct net bij vanaf. Maar wat is dan een goede manier om daarmee om te gaan? Is dat bekend? Nou, daar wordt gelukkig goed over nagedacht. En er is een organisatie in Berlijn, Tactical Technology, waar wij als Friese bibliotheken mee samenwerken. En zij hebben iets samengesteld en het heet de Data Detox Kit. En de Data Detox Kit is een 8-daags programma of een 8-stappen programma. Wat is detox? Detox is eigenlijk afkicken of schoonmaken. Oké, okay, dus het maakt wel minder die. Ja, minderen. Maar minderen betekent niet alleen dat je per se minder gebruik hoeft te maken. Maar detoxen in dit geval betekent ook dat je er bijvoorbeeld voor zorgt dat als je al online bent, dat je minder wordt gevolgd. Oh, privacy dus. Privacy. Ja, privacy is eigenlijk een kernwoord hierin. En dat is natuurlijk een lastig onderwerp. En mensen vinden dat vervelend. Dat is heel erg persoonlijk. Terwijl inderdaad de Detox Kit eigenlijk een hele leuke manier is om daarmee bezig te zijn. Ik heb die kit hier van mij. Hè? Dus eigenlijk is het een soort van een homeboek. Ja, ja, klopt. Ook online overigens. Vanzelfs. Ja. Dat moet er net bij passen. En we beginnen met Day Ian. Dat is de verkenning. Wat doe je dan? Ik ga de boekjes hier. Ik zal het even zien letten. Dit zit er dan ongeveer sa uit. Ja. Daar twee, daar drie. Nou, daarin staat even de mooiste train. Online staan alle stappen op data-detox.nl. Dus wij hebben die kit vertaald naar het Nederlands, de Friese bibliotheken. Wat je bij de verkenning gaat doen, is gewoon eens kijken. Bijvoorbeeld van hoeveel apps je gebruik maakt. Wat dan de programma's zijn die je gebruikt. Okay. En er wordt bijvoorbeeld een handleiding gegeven die zegt van als je nou op je telefoon 0 tot 20 apps hebt, de meeste mensen hebben veel meer, maar als je 0 tot 20 hebt, dan heb je de boel redelijk onder controle. En alles wat daar, dat ik wel redelijk, ja. Ja, en alles wat daar bovenuit komt, maakt eigenlijk dat het lastiger is om jezelf een beetje in controle te houden. Okay. Dus waar de kit over gaat, is onder andere dat je eens goed naar je telefoon kijkt en zegt van, ja, maar deze app, die gebruik ik eigenlijk bijna nooit. Waarom heb ik hem dan? Dus dit is een soort van ontgiften. Ja, al, hè? Ja. Iets minder. Dan naar stap 12, want we hebben net net een hele dag om hierop te praten. Nee. Sociaal zijn. Dus, en hier is een vraag, is Facebook je beste vriend? Is dat komt er wel even binnen, hè? Want ik denk dat er mensen binnen die dat echt hè. Ja, en dan mag je vinkjes gaan zetten. Dus wat vertel je aan Facebook en vertel je datzelfde ook aan je beste vrienden? En dan kom je er eigenlijk achter dat je aan Facebook veel meer vertelt dan aan elkaar. En dat is even een reality check van, oh jee, maar waarom doe ik dat eigenlijk? En is het wel nodig dat ik het doe? Dus sociaal zijn gaat specifiek over sociale netwerken. Ja, hoe ga ik daarmee om? Nou, helder. Dat kind dus ook wel even binnenkomen, denk ik. Want dat je erachter komt. Ja, dat je maar je krijgt dus ook tips hoe je dat heel gemakkelijk kunt beheersen. Ja, het is net alleen maar, nog een keer, net maar het vingerken. Nee, zeker niet. Alleen nog maar bewustwording. Ja. Dan die truien. Laten we het dus even hebben over trackers. Nou ja, dat is dus als je winkelen in, je ziet je op een broek, die krijg je dan nou vervolgens ook weer uit je ergens los op een website binnen. Daar ben je cookies in. Gevolgd door jezelf. Verbinden. Broek. Met wie praat je op telefoon? Nou, ik ging er even terug in, want ik wil ook wel even witte aan zijn controle van je app. Het is eigenlijk heel praktisch. Ja. En dan uiteindelijk op die
achteren heb je je nieuwe digitale persoonlijkheid. Ja, dus dan ben je ontgift. Op een leuke manier. En dan krijg je ook wat tips hoe je dat wat duurzamer kan maken. He, dus als je één keer per maand, als je de detox kit gedaan hebt, gewoon weer eens even wat vinkjes gaat zetten van, heb ik alles nog op orde? En eigenlijk als je dat ontgifte hebt gedaan, dus en dan kun je de tijd voor nemen die je maar wil, hoeft niet in 8 dagen, mag ook korter, mag ook langer, dat je eigenlijk je bewust bent van, oké, hoe gedraag ik me op Facebook? Bij welke webwinkel koop ik iets? Wat kan ik doen als ik al iets koop, bijvoorbeeld, om te zorgen dat ik wat minder advertenties krijg? Ja. Hoe zorg ik als ik mijn telefoon in mijn zak heb, dat ik niet altijd mijn GPS aan heb staan? Want dat hoeft helemaal niet. Maar uiteindelijk als resultaat, Jeroen, als het was, hoe is het, wat zou de verdij verhoren? Heel veel meer rust. Toch? Dus. Ja. Ja, en dan niet rust omdat ik minder gebruik maak van mijn telefoon of internet. Maar dat ik bijvoorbeeld minder advertenties krijg. Dat ik minder apps op mijn telefoon heb die mij voortdurend ongevraagd zeggen van, je hebt nu een bericht gekregen. Of je moet nu dit, of je moet nu dat. En je kunt het allemaal beheersen, want al die functionaliteit die bestaat. Alleen de meeste mensen zijn er niet altijd bewust van dat het er is. En daar is de kit voor. Okay. Nou, en dit werd dus leerd. Maar onder andere nog de kleinste privacy show in de bibliotheek. Ja. Even kwart, want we hebben nog een minuut ongeveer. Als mensen dit leuk vinden, denken, ja, dat is krek wat voor mij of voor mijn man of vrouw. Of voor de BN, hoe en wat en wanneer? Op 22 januari is er een detox bijeenkomst in Bibliotheek Drachten. Van 8:30 tot 9:30. En in de periode februari-april gaan we op tournee met de Friese bibliotheken. Met de kleinste privacy show van Nederland. En in de bibliotheken zelf, door de hele provincie, vinden dan ook sessies plaats. Waarbij mensen de data detox kit kunnen krijgen. Met advies van bibliothecarissen. En mogelijk ook van studenten van ROC Friese Poort. Mooi. Het is vergeefs. Dus het mensen meenemen willen, de hoe je net voor te betalen. Nee. Nog even de website? data-detox.nl. Okay. Jeroen de Boer, tegen dank voor die minuutles. En ik zeg achter daar een collega Stin, die kennen wel wat tips, broeken. Dus daar is maar even heen. Als ze komt hier aan zijn ex zitten, dan is ze echt even los van haar mobiele telefoon. Want dan vertelt ze wat er gebeurd is in Friesland. Bedankt Jeroen. Goed, dankjewel. Graag gedaan.